lieve mensen, het is dan eindelijk weer zover. Ik ben weer aangekomen in realistische Minecraft. En dit keer zijn er een paar dingetjes anders. Want wij zitten namelijk in een gloednieuwe village die hieraan is toegevoegd. En bij een gloednieuwe village horen natuurlijk ook weer gloednieuwe wapens. Maar voordat we die gaan uitchecken, hallo villager, hoe is het met je? Heb je me gemist? Oké, jou laat ik met rust. Maar zoals jullie kunnen zien is dit dus een taiga village. En jongens, deze village is echt ontiegelijk groot. We kunnen echt van alles en nog wat hier doen. Ten allereerste, waarom gaan die deuren niet open? Zo, hoppa. Hallo, is hier... Oh nee, er is hier echt helemaal niks. Oké, hallo meneer. Heb jij misschien dan wat? Ik zoek namelijk een kist. Ik moet namelijk een kist hebben. Ik heb namelijk allemaal items nodig. En jemig, deze villager heeft ook alweer niks. En een lelijk paars bedje. Ga weg, gadverdamme. Maar zoals jullie kunnen zien hebben wij ook varkens. We hebben zelfs kool. Wacht, ik ga kijken of ik het kool kan hakken. Geef mij kool. Waarom kan ik de kool niet minen? Ik heb een diamond pickaxe. Waarom kan ik dit nou weer niet minen? Even kijken of ik het nu kan minen. Ik gooi gewoon een bom neer. Oh, nee. Hebben we het gemined? Hebben we kool gemined? Jongen. Oh, we hebben een soort van de kool gemined. Weet je wat ik gewoon ga doen? Dit helpt altijd. Fixing gun. Hoppa, zo, hop. Geef mij kool. Ik heb kool nodig. Oh, kijk nou. Ik heb hier kool. Oké, kool. Jij gaat met me mee. Wij gaan eens even kijken wat er allemaal veranderd is aan deze village. Wacht, villager, wil jij het hebben? Hier, alsjeblieft. Zorg jij even voor dat mijn kool hier gewoon lekker blijft hangen? Dankjewel. Hallo, poeltje. Ik ben terug. Hebben jullie mij gemist allemaal? Kan ik hier naar boven? Ik kan hier niet eens naar boven toe. Nou, dan neem ik deze. Oké, ja. Nee, dat gaat ook al niet werken. Ik was even vergeten hoe slecht die physics gun eigenlijk is. Nou, hoppa. Doe eens open. Doe eens open. Dankjewel. Dankjewel. Lief dat jullie me binnenlaten. Is hier dan een kistje? Hier is ook alweer geen kistje. Jongens, wat is deze village keer zeg? Oh, vriend. Ga jij eens daar eens even weg? Zo, hop. Is er hier dan iemand thuis? De deur gaat niet eens open. Zo, hop. Hey, vriend, je deur gaat heel erg slecht open. Waar ben je? Hey, maar je hebt wel een kistje. Oké, wacht. Rustig openen. Zit hier... Nee, wacht. Zit hier dan iets in? Zo, nog meer kool. Maat, ik heb niet nog meer kool. Nou, trouwens, dat is wel welkom. Zo, hey, vriend, let jij eens... Oh, god. Oh, nee. Al mijn kool is weg. Wacht, waar is al mijn kool? Hier is mijn kool. Hier, zo, hop. En nog meer kool. Oh, ik word straks de rijkste van deze village. Au. Hey, vriend, kom eens hier. Weet je wat? Laat maar. Ik heb genoeg kool. Hé, weet je wat? Ik ga jou Eddie noemen. Eddie, let jij eens even allemaal op mijn kool. Ik leg ze allemaal hier voor je neer. Zo. En hoppa. Dan moet je ervoor zorgen dat het niet gestolen wordt, hè? Ik bedoel, ik heb al dit kool eerlijk gevonden. Ja, totaal niet van iemand anders. Dus let alsjeblieft zo. Hop, even op mijn kool. Dan ga ik eventjes verder de village checken. Eens even kijken. Wat hebben we nou nog meer? Want we hebben natuurlijk deze physics gun. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar. Oh ja, we hebben ook nog eens een stofzuiger. Nou, maat, dit. Oh, ho, ho. Sorry, maat. Wacht, kan ik jou opzuigen? Oh, mijn god. Ik heb een village opgezogen. Ja, dat was niet heel erg slim. En dan gaan we gewoon, hop, helemaal zo verspreiden over deze gamer. Wat vliegt dit ver? Kijk, want weet je wat het is? Als je troep maakt, moet je natuurlijk ook allemaal opruimen. Je kan wel allemaal troep maken, maar het moet ook allemaal netjes opgeruimd worden. Zo, hop. Trouwens, laat ik het dan ook niet hier eventjes vergeten. Zo, hop. Oh, nee. Ik moet niet alles hebben. Oh, jongens. Oh, daar gaat de kip. Oh, nee. Nee, wacht. Ik moet alleen de puinhoop hier een beetje opruimen. Oh, Eddie. Het gaat niet goed met jou, hè? Oh, er zit een hap uit je hoofd. Dat is niet heel erg goed. Oké, ik ben weg hier. Eens even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Want ik heb ook weer een paar nieuwe wapens eraan toegevoegd. Waaronder dus deze Harry Potter staf. Luister, ik zag deze Harry Potter staf gewoon. En ik dacht, weet je wat, die moeten wij gewoon een keer testen. Dus maat, kom jij eens eventjes hier? Wacht, misschien kan ik dat maken. 3, 2, 1, hatsa! Hatsa, er gebeurt niks. Waarom gebeurt er niks? Hallo? Oké, deze magische staf doet echt helemaal niks. Ik heb nog een lightsaber trouwens. Oh, ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Sorry, villager, ik ben weer weg hier. Ho, nee, dit is niet de bedoeling. Oké, blijf bij me weg alsjeblieft, lightsaber. Nee. Vriend, mag ik mijn lightsaber nog terug of hoe zit dat? Oké, weet je wat? We gaan gewoon weer eventjes wat anders proberen. Want ik heb hier namelijk ook, voor de mensen die Dragon Ball kennen, een key blast. Ik ben heel erg benieuwd wat dit ding doet. Dus Koetje, jij mag dat allemaal even ondervinden. Hier, ik bedoel, ruik eens aan mijn hand. Ruik eens. Boom! Oké, ik denk niet dat het heel erg handig is als koeien aan mijn hand gaan ruiken. Hey Koetje, wat kijk je me aan, gek? Hier, bam! Hey, wat kijk jij me aan? Bam! Ja, dit is echt niet normaal. Ik vind dit echt zo ziek vet, joh. Hier, let op. Ik kan al deze boom namelijk kapot maken. Oh, lek. Oh, dat gaat heus niet. Nee, niet op dat. Oh, niet op dat huis. Dat is heel erg vervelend. Nou, weet je wat? We gaan gewoon lekker door. Hey, waarom kan ik hier nou niet op? Ik ben Goku. Waarom kan ik hier niet op? Weet je wat? Daar heb ik een idee voor. Kijk, ik kan namelijk planken maken. Zo, hop. En hoppa. En hoppa. Ik bedenk me nu trouwens. We kunnen gewoon al deze huizen bouwen. Gewoon met de planken. We gaan ze gewoon weer opnieuw herbouwen. Zo, hoppa. Dan kan ik daar tenminste op. Hè? Kijk, want er is hier namelijk nog een huisje. Gewoon helemaal.
allemaal verstopt in de wildernis. En elk huisje wat verstopt is in de wildernis, die gaat Santino eens eventjes checken. Dus we gaan zo hop en hop. Kan ik nou direct naar binnen of kan ik nou niet direct... Oh, kan ik direct naar binnen. Oh, dat is misschien een beetje dom. De handgun. Bim! Pieuw! 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 Oké, wie is hier? Handen omhoog! Een paars bedje, dat kan niet. Bim, 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 bim. Weg ermee. En een kist. Eens even kijken. Wat zit hierin? Hier gaan we gewoon rustig de physics gun voor gebruiken. Dan doen we hem open. Wat zit hierin? Ik zie een zwart. Oh, ik zie een diamond. Ik zie een diamond. Weet je wat ik gewoon ga doen? Weet je wat ik ga doen? Wat pakken we dan daarvoor? We pakken de handgun. Bim! Hatsa! Nu is hij open, vriend. Waar zijn mijn... diamonds. Oké, ja, dit was misschien niet heel erg slim trouwens. Ik had denk ik even beter moeten... Ik had denk ik even beter moeten gaan nadenken. Want dit, ik ga denk ik geen diamond meer vinden hier. Ik denk zelfs dat ik de... Nee, ik heb de diamond! Let's go! Oké, we gaan hier zo snel als mogelijk deze diamond pakken. En heel heel snel weg hier zien te komen voordat de eigenaar hiervan terugkomt. Oké, we moeten dit even veilig ergens gaan opbergen. Wat is een mooie veilig huis om dat te doen? Ik denk dat dat ons huis wordt. Ja, let's go, 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 go. Moet ik weer natuurlijk die stomme planken maken? Mijn god, deze hop, 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 erop. En we pakken de visjes gun weer. Of tenminste, nee, weet je wat? We moeten natuurlijk ook even vast de deur open doen. Wacht, kom hier. Weet je wat? We gaan gewoon door de muur heen. Ik vind het best. Onze nieuwe huis heeft een gat in de muur. Oh, ho, ho. Ik heb wat verkeerds gedaan. Oké, ik ben dus net dood gegaan omdat er misschien een klein huisje op me viel. Ja, luister, dat kan gewoon allemaal gebeuren. Maar wij kunnen dus nog veel meer in deze wereld. Waaronder dus, ja, geloof het of niet, wij kunnen hier dingen in spannen. En eens even kijken. Ik vind zo'n monsterdruk best wel heel erg gaaf. Dus die zetten we gewoon hier zo neer. Hoppa. En als het goed is, inderdaad, kunnen we erin rijden. Oh god. Ik snap het, villagers. Dit hebben jullie nog nooit gezien. Oh, aan de... Oh mijn god, ik heb een raket er nog op zitten. Dat was ik helemaal vergeten. Oh, ja, dit... Oh, nee. Oh, ja, dit is... Oh, oh, ja. Kunnen we door het huis heen? Nee, oké. Ik ben echt de hele boel aan het slopen. Mijn god, hé. Wacht, ga aan de... Ik zit vast. Ik zit vast! Oké, weet je wat? Tijd voor een andere. Eens even kijken. Wat hebben we hier nog meer? We hebben een tank. Ik ga een tank plaatsen. Zo, hop. Boom! Let's go. We gaan gewoon met een tank door die Minecraft-village heen, gek. What's up? Wacht, schiet. Bim! Ik ben aan het vliegen. Ik heb een vliegende tank, gek. Wow. Oh, nee. Oh, nee. Oh, god. Ravage. Totale ravage hier. Oké, weet je wat? Een tank hebben we gehad. Wat hebben we hier nog meer? Een jeep? Een autogiro. Wat is dit? Dit is een helikopter of zo. Kunnen we hier ook in? Het lijkt erop dat we hier niet in kunnen. Zonde. Weg ermee. Een cute bot. Wat is dat? Oh, dat is gewoon letterlijk een robot. Kan ik jou in de fik steken? Hup, hup. Oh, we kunnen de revenge katana gebruiken. Hatsa. Oké, dat ging niet door die robot heen. Dat ging echt dwars door de wereld heen. Oh, mijn game lekt weer. Oh, we moeten hier weg. Oké, laten we eens even kijken wat we nog meer in kunnen spannen. Die autogiro gaat niet werken. Een helikopter dan? Zit daar iets bijzonders op of zo? Kan ik hiermee vliegen? Ik kan hem niet eens plaatsen. Hij is veel te groot. Oh, wacht. We kunnen hem hier plaatsen. Hop. Kunnen we hierin vliegen? Ja, we kunnen hier vliegen. Oh, ho, ho. Ja, dit gaat goed. Dit gaat niet goed, want ik heb nog steeds een boost aanstaan. Ja, oké. Let's go. Let's go. Ja, nu gaat het goed. Nee, het gaat niet goed. Nee, het gaat niet goed. Oké, het gaat wel goed. Nee. Oh, ik kan het ding toch niet besturen, maat. Oh god, deze village, jongen. Ik heb het zo met deze village te doen. Hé, hey, maar het gaat wel prima nu. Oké, okay, wacht. De helikopter is prima. Ik kan er niet mee. Oh, ik kan er wel mee schieten. Let's go. Hoppa, die hele village. Hop. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik denk niet dat ze blij zijn. Nee, ze zijn... Oh, ik kan raketten schieten. Ja, weet je wat het is? Je moet Santino ook gewoon geen helikopter geven of iets. Wat met de militairen te maken hebben. Want, oh, daar gingen de koeien. Want dan gaat je village helemaal naar de Filistijnen toe. Oh, oh, nee. Oh, nee, ik ben uitgestapt. Oh, nee. Au, au, au. Een rocket launcher bot. Wacht, wat doet die dan? Gaat hij gewoon raketten schieten? Vriend, schiet jij eens raketten? Kan jij raketten schieten, alsjeblieft? Oké, okay, lijkt erop dat die robot dus echt helemaal niks doet. Wat hebben we hier nog meer? We hebben een electric forklift dat we kunnen gebruiken. Oh, ja, let's go, vriend. Hatsa! En we nemen alles gewoon mee. Huts! En omhoog. En... Oh, ja. Ik zit vast. Ik zit nu alweer vast, omdat ik die boost heb. Waarom komt die robot naar mij toe? Please, blaas mij nu op. Please, blaas mij alsjeblieft nu op. Ik zit vast, vriend. Je moet me helpen. Oh, hoek. Wacht. Hoek, space. Oké, okay, ik denk... Nee, dit gaat niet werken. Oh, ik ram echt dwars door bomen heen. Oh, nee, nee, nee. Dit gaat niet werken. Dit gaat niet werken. Dit is gewoon het leukste aan realistisch Minecraft. We kunnen gewoon alles slopen wat we willen. En... niks en niemand die ons gaat tegenhouden, gek. Ik bedoel, kom op. Goku, vriend. Je doet echt van alles en nog wat. Weet je wat? We pleuren er ook gewoon nog even iets anders in. Een Mayhem Sammy ding. Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Maar we gaan gewoon gassen. Hatsa, let's go. Dus ik zie daar een mine. We gaan daar minen. Hallo, daar zijn hier diamonds. Oh, nee, zombies. Ho, hup, weg, wegwezen. Hier, vriend. Wat doe jij? Hey, creeper. Hey, wat denk jij? Hatsa. Nou, moet hier toch ergens een schat zijn? Er zijn zoveel mobs. Er moet hier ergens gewoon een schat zijn waarvan ik zeg van, oké, hier ben ik tevreden mee. Niet hier. Zit hij hier dan? Is hier. Oh, hier. Kom op, skeleton. Hatsa, hier is de schat. Haha, bim.
Een emerald! We kunnen traden, we kunnen traden. Oké, waar is die fishing gun? Hup, hup en hup. Let's go. Dit zocht ik al de hele tijd. Gewoon een hele goede schat. Kijk eens, villagers, ik heb jullie schat hoor te pakken. Krijg ik nu een cadeautje of niet? Ik denk niet dat ze meer levend zijn, heel eerlijk gezegd. En ik denk ook dat ik zo snel als mogelijk de benen moet nemen. Maar dat was hem alweer voor deze video. Wil je nou nog meer teardown video's zien? Dan kan dat. Klik dan even op de video hier naast mij. Vergeet de afspraak niet te checken. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!